Klassenkat, das sind die Pausen. Das ist schon immer in der Schule. Das Schönste im ganzen Jahr. Ja. Schitterend en hoog geëerd publiek. In september kwam ik naar de nieuwe school. Maar we misten er twee, Beverly en Paul. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Ja, wat ik hier zag heeft mij diep geraakt. Ik zag een grote eetzaal en die leidde naar de sporthal. O mensen, dat is nogal eens een sporthal. Niet zoals ginder, waar een paal in het midden stond met een stel verstopte toiletten, een loshangend plafond, gesneuvelde ruiten, kapotte gordijnen en een mast rond ons oor. Nee, het was een stel enthousiaste leerkrachten en de zotste stond niet van voor. Maar ik bezweer u, beminde genodigden, en de verhuis, en de verhuis, en de verhuis. Het ging verbazend goed vooruit, containers vol, containers vol, containers vol. En massa's ouwe brol met zoveel vuur, met zoveel stijl, met zoveel moed. Liters tranen, zweet en bloed, het was de liefde, het was de liefde, het was de liefde. De liefde voor de kei. En nu weet ik, beminde aanwezigen, waarom is het hier zoveel beter dan in onze oude school? Op de speelplaats staat er nu tenminste een echte goal. Eindelijk kleuters en lager weer samengebracht. Wie had dat 20 jaar geleden gedacht? Laten we het glas heffen op dit heugelijk feit. Maar niet te veel, want anders weet je straks niet meer van welke parochie je zijt. Eindelijk thuis hier in de kei. Met z'n allen, en dat maakt ons blij. En geef me vuur, en geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. En geef me vuur. En geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. Het was de liefde. Het was de liefde. Het was de liefde. De liefde voor de kei. Het was de lie, 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 lie. De liefde voor de kei. Het was de liefde. Het was de liefde. Het was de liefde. De liefde voor de kei.
beste mensen, een duivend applaus. De leerkrachten van Basisschool Dikke.